Welkom bij deze video. Het is maandag 29 januari en het is eindelijk weer een beetje mooi weer. Gisteren was het ook al zo mooi. Vandaag een hele mooie zonnige, rustige dag. Weinig wind, een graadje of 10. Geen ideaal weer nog om in de bijen te gaan, maar wel ideaal weer om in de bijen te gaan als het even nodig is. Want zoals altijd, we gaan alleen maar in de bijen. We verstoren alleen de bijen als het nodig is. En als we ze verstoren, dan doen we dat zo min mogelijk. Dat geldt zowel voor de zomer als voor de winter. Dus kies ik er vandaag voor om het een en ander te doen. En de belangrijkste taak voor vandaag is dat ik de bodems van de mini-plussen ga vervangen. Ik heb daar een goede reden voor, dat zal ik in de video verder uitleggen. Zoals altijd toon ik je de good, de bad en de ugly. Ik toon je alles. Helaas komen die drie ook alle drie voorbij in deze video. Ik toon je onder andere een imkeblunder, wat een koningin kost. Ik toon je een steek op een plek waarbij je dat het liefst doet, midden voor. En ik toon je wat werkzaamheden bij het vervangen van de bodems voorbij komen. Ik wens je veel plezier met het kijken van deze video. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan even op dit kanaal als je het leuk vindt om dit soort video's te kijken. Ja, dat kost niks, dat gaat in de toekomst ook niks kosten. En vind je het een leuke video, druk dan even op de like-knop. Dat helpt om andere imkers attent te maken op deze video's. Veel plezier! Ik zit hier naast een mini-pluskastje. En die mini-pluskastjes zijn afgelopen jaar gebruikt om voor de koninginnenteelt. Voor de koninginnenteelt gebruik je vaak een, ja, wat ze vaak noemen, een amelander rondje. Dat is een schuifje waarin je de verschillende instellingen van de vliegopening kunt maken. Dit is een grote opening, er is een darrenopening en er is een koninginnenrooster, dus een opening voor alleen de bijen. De darrenrooster kunnen de koninginnen wel doorheen, maar de darren niet. Een grote opening kan alles doorheen. En er is nog een afsluitstand om het kastje af te sluiten. Nu heb ik deze winter ontdekt dat het een groot nadeel is dat als er in de winter wat dodenval is, dat die dodenval zich in dit vakje, wat ontstaat door het plasticje wat hiervoor zit, ophoopt. En daardoor kunnen de bijen er niet meer uit. Ze snappen niet dat ze de dode bijen eerst deze kant op moeten halen om eruit te komen. En dat heeft me al een dood mini-plusvolkje gekost. Het was wel een klein volkje, dus ik weet niet of het daarmee te maken had. Ik zie bij de grotere volken minder problemen. Maar ik zag bij twee andere mini-plusvolkjes wel dat het verstopt was, maar dat het volk niet dood was. Dus om nou te voorkomen dat we meer sterfte hebben, vervang ik alle bodempjes. Als jullie er toch zijn, zou ik zeggen, kijk even mee. Die heb ik samengevoegd en nou, eens kijken of ze nog leven. Ja, ze zijn er nog. Dat is prima. Dus deze krijgen een nieuwe bodem. Nou, bij de oude bodem kan ik direct laten zien wat het probleem is. Nou zie je dat de dode bijen zich verzamelen hier in het gat. Misschien als ik het scheef houd dat het beter te zien is als het licht erin valt. Maar dit zit dus vol met dode bijen. En die verstoppen dus dat vlieggat. Dat is niet wat we willen. Ik zal jullie even meenemen. Als we er toch zijn, is het altijd leuk om even bij je te kijken. Ze zit op twee randjes. Altijd fijn om een reservevolkje te hebben, ook al zijn ze niet zo lief. Voor imkers die weer vliezen hebben bijvoorbeeld. Kun je bijna doen zonder de bijen te storen. Als je niet in de verleiding komt om even onder het deksel te kijken.
En hier zie je weer hetzelfde probleem. Bijen die dan in dat vlieggat vallen en de boel dus verstoppen. En die vervangen we dan. Op naar de volgende. Ook dit is een reservevolkje wat weg mag. Staat er dan bovenop. Het is een hybride, noem ik dat dan, van 2023. Doet niet meer mee in het teeltprogramma. Er zit nog een voerbakje op. Is leeg. Even kijken of de bijen er nog zijn. Ja, ze zitten bovenin. Niet veel voer zo te zien. Even het gewicht. Oeh, het is niet al te zwaar. Dus deze gaan een pak voer krijgen. Nou, prachtige groep bijen. Twee randjes. Ja, zitten op de bovenste twee randjes. Ik sluit hem weer snel af, voordat ze eruit komen. Als even de vraag wat ik met de onderste twee randjes ga doen. Het kan zijn dat die al leeg zijn. Dus ik zet even deze twee hierop. Zo, hier zit het bijen in. Dan voel ik even aan het gewicht van deze. Nou, die is eigenlijk zo goed als leeg. Imkefoutje. Hier zat nog een moerrooster in. Dat betekent waarschijnlijk dat mijn koninginnetje verhongerd is. De bijen trekken dan naar boven. Dan neem ik niet de koningin mee, want die zit in het moerrooster. Dan moet ik even kijken wat het geval is. Dan kan ik deze beter verenigen met een ander mini plusje, die wat minder sterk zijn. Altijd van een probleem een deugd maken, van een nood een deugd maken. We willen eerst even weten wat er aan de hand is met de koningin. Dat kan ook met het afnemen van het... Ah ja, hier zie ik de koningin. Dit is wat we noemen een imkefout. Dus wat de situatie was, is dat ik hier nog een moerrooster op had liggen die je voor de winter altijd moet verwijderen. Zo lag je op de raampjes. En dat betekent dat doe ik in het seizoen om die mini plusjes klein te houden. Anders gaat die koningin door die hele mini plus, dat is onwerkbaar. Daar worden zulke grote torens, dat gaat niet. Dus als je een mini plusje klein wil houden, dan blijft de koningin beneden. Daar kan ze 6 raampjes broed maken. En dat zijn dan ongeveer 4 raampjes vol met bijen. Veel groter wordt dat volk niet. Voor de winter haal je natuurlijk dat moerrooster eruit, want dat volk dat kruipt met de koningin omhoog. Dat ben ik hier vergeten. Duidelijke imkerfout. Dus dit volkje is door fout van de imker overleden. Niet het volkje is overleden, maar de koningin. Want er liggen nog maar weinig dode bijen onderin. Ja, dat was dit, want de rest van het volk is gewoon naar boven gegaan. Maar de koningin helaas. Een hybride koningin. Maar desalniettemin een koningin. Die heeft het dus niet gered omdat ze verhongerd is. En dan blijven de bijen dus niet beneden bij de koningin. Dus dat is een les die je hier in ieder geval uit kunt halen. Is dat mensen denken vaak die bijen blijven bij de koningin in de winter. Dat is dus niet zo. Dus als je koninginnen opsluit in een rooster in de winter om ze broed vrij te maken. Dat is een nieuwe gedachtegang om koninginnen op te sluiten in de winter. Zorg er dan voor dat ze altijd in de buurt van de tros kan blijven. Want die bijen die trekken verder, die laten gewoon die koningin verhongeren. Zoals je hier dus ziet. Dus lesson learned. Twee lessons. Eentje, nogmaals checken of de roosters er allemaal uit zijn. Ik dacht dat ik dat gedaan had, maar ik heb dat niet bewust als aparte controlegang gedaan. Dat schrijf ik dus op voor volgend jaar om dat wel te doen. En de tweede les is dus, let op als je koninginnen gaat opsluiten, dat zij altijd in het midden van het rooster blijft. Okay. Nou, dit volkje is licht. Ik heb nog een zwaar randje met voer staan. Dus die haal ik even op en die zetten we er gelijk bovenop. Dat is natuurlijk weer onzin wat ik zeg. Ik ga hier helemaal geen voer opzetten. Ik ga dit volk verenigen met een volk die wel een koningin hebben. Dus ik breng jullie daar vast naartoe. En dan kijken we daar even ter plekke hoe we het verder doen.
Ik sta hier bij een mini pluskastje. Daar zit een klein volkje in die ik in het najaar, in denk half september, nog moerloos heb gemaakt. Omdat daar een moer in zat die in een hoofdvolk ging. Een aanparing van de boogaardkoningin die ik als dop heb gehad op Ameland in ronde 3 dit jaar. En dat, die koningin zit nu in een groot volk. En ik heb bedacht om dat volk maar zelf te laten zien wat ze in september nog kunnen. En die hebben een prachtige jonge koningin geteeld. En die koningin is ook aan de leg gekomen, dat heb ik gezien. Maar dat is natuurlijk een klein volkje. Dit is dat mini plus volk, een 12 raampje mini plus. Die zit misschien 4-5 raampjes bij je. Ik heb een kapje aangedaan. Normaal doe ik dat niet in het winterwerk, maar dit is zoveel werk. En dit volk is dan moerloos, dat staat erachter. En die hang ik dan hierin over. En ik heb hier nog een randje vol met voerramen. Dus als ik hem toch open heb, kijk ik gelijk of hier voerramen nodig zijn. En dan kan ik die eventueel aanvullen. Waarschijnlijk gaan niet alle ramen passen. Ik zal wat creatief moeten zijn. Ja, het volkje is er nog. Prachtig volkje. Zit op 2, 4, 5, 5 en een beetje ramen. Je ziet eigenlijk al gelijk aan het gedrag van dit volk dat die wel een koningin hebben. Dat die niet moerloos zijn. En ik haal vast wat lege ramen eruit. Of misschien wel half vol, ja. Maar ik moet de ramen uithalen, zodat ik de ramen hier vandaan erin kan hangen. Ik ben een beetje verkouden, excuses daarvoor. Zo. Nou, dat is mooi vol ruim, die heb ik vast hier. Ik zal zeker wat prikjes gaan oplopen, maar ik heb geen handschoenen bij de hand. Het is niet dat ik geen handschoenen aan wil, maar ik heb ze gewoon niet bij de hand. Dus ja, en ik ben hier nu, dus ik wil wel handelen. Minst volle ramen klop ik af. Dat was al de eerste. Dat was mijn eigen fout, ik sloeg gewoon op een bij. Zo. Deze ramen hebben allemaal weinig voer, dus die wil ik er niet in hangen. Daarom moet ik ze afkloppen. Dan zou ik te weinig plek over voor mijn volle voerraam. Dat is één. Eén randje, één prikje. Dat valt nog mee. Zo, het laatste raampje alweer. Ook een zwaar raam. Er ook in. Dan vul ik het aan met ramenvoer. Ik neem even de zwaarste die ik heb. Dat is deze. Past hier nog één bij. Ja, dan zit hij mooi vol. Dan sluiten we het kastje weer af. Zo. Goed afgesloten. Nou, die bijen die kunnen natuurlijk heel moeilijk de voorgang vinden. Dus die probeer ik heel eventjes naar voren te jagen. Daar ruiken ze dan het volk wel. Dan komen ze er vaak wel in. Ik zal jullie eventjes de voorkant even laten zien. Daar staan die bijen dan al te stertselen. Om de andere bijtjes naar binnen te roepen. Het is gelukkig heel rustig zonnig weer. Dan maken bijen ook met wat koelere temperaturen nog wel een kans. Nou, dat was hem. We staan hier bij twee
mini-plusvolken die ik in denk augustus afgelopen jaar gemaakt heb. Daarin zitten twee koninginnen, twee zusters van de B17-lijn SL. Dat zijn de moeders van de darrenvolken die gestaan hebben op een bevruchtingsstation in Duitsland. Nou, dat de moeders zijn van darrenvolken betekent eigenlijk dat ze zeer goed getest zijn. Dat de zustergroepen van deze koninginnen goed getest zijn. Dat die stabiel gevonden zijn qua erfelijkheid. Ja, die zijn dan een paar keer gebruikt en dan zijn die koninginnen over. Er zijn tweejarige koninginnen, zijn overjarige koninginnen. Die koop ik dan op en die kan ik dan eventueel volgend jaar nog weer in ons VSH-programma gebruiken. Dit zijn geen VSH-koninginnen, maar dit zoeken we juist goed buckfast materiaal of goed bijenmateriaal dat we weer kunnen gebruiken voor de VSH-aanparingen, zodat we heel veel variëteit in de lijnen houden. Deze hebben nog de verkeerde bodem. Of de verkeerde bodem, eigenlijk een voor de winter ongeschikte bodem. Hier liggen eigenlijk geen dode bijen in. Weinig althans. Deze ook even checken. Nee, maar voor de zekerheid ga ik toch die bodems vervangen. En dat is eigenlijk gek dat zo'n sterk volkje, want dit 1, 2, 3, 4 raampjes, 4 rompjes, dat betekent dat dat best wel een sterk mini plusje is geweest. Dat die eigenlijk geen dode val daar beneden hebben, terwijl die wat zwakkere volken wel. Dat zegt misschien ook iets over die volken. Maar ik wil geen risico lopen, dus ik ga die bodems vervangen. Ik heb ze in de buurt staan, ja, pak ze er even bij. Dus we gaan dus van een bodem met zo'n rondje, met zo'n vlieggatverkleiner, die dus dicht is van de onderkant, naar een bodem zonder vlieggatverkleiner die open is van de onderkant, zodat de bijen er gewoon doorheen kunnen vallen, minder snel het vlieggat verstoppen. Zo. Ik zet deze er gewoon naast, zodat ik in één keer het hele volkje over kan zetten. Ja, als ik er toch ben, dan spiek ik er heel even in om te kijken hoe het volk ervoor staat. Ik zie bijen lopen. Ze zitten wat dieper, maar ik zie hier al wel bijen lopen, dus waarschijnlijk zitten ze dan hier. Oh, deze is ook goed zwaar nog. Kijk eens, hele bak vol met bijen. Ik zal jullie heel eventjes mee laten kijken, dat je het iets beter kunt zien. Nou, even een korte blik. Dus dit is de voerbak. Dit is het eerste randje, daar zie ik al bijen in. En daaronder zit echt dan het volkje. Nou, hele mooie gevulde straten met bijen. En dan het randje eronder, ook nog helemaal vol met bijen. Dus dit is gewoon echt een gezond volk. Ik weet niet of ze dan helemaal tot onderin zitten, want dan, ik zou het liefst de onderste eraf willen halen. Ja, dat ga ik denk ik doen. Dat doe ik even zo, dat jullie het ook kunnen zien. Dus als ik er dan toch ben, dan probeer ik direct meerdere handelingen te doen. Dus deze zet ik naar beneden. Het onderste randje is namelijk al leeg. Hè? Die bijen die eten van onderen naar boven. Dus het randje is volledig leeg, daar zitten ze dan ook niet meer. Het is wel mooi schoon en droog. Mini Plus heeft vaak wel wat meer last met vocht. Deze zitten mooi schoon en droog. En dan zet ik de bijen weer terug op de oude plek. Dus dit is die bodem die ik eraf heb gehaald. Nou, ook weinig dode bijen onderin. En dan komt deze weer op de oude plek terug. En daar zit nog wel gewicht in, maar ik kan nou niet zeggen dat ik ze zo topzwaar vind. Dus ze krijgen voor mij nog wel een randje voer erbovenop. Dan gaan ze weer terug naar die vierde rand. Zo. Dus dan zitten ze weer op vier randjes. Zijn ze in ieder geval niet hoger geworden. Dan hebben ze meer dan voldoende voer. Nou, datzelfde doe ik met het tweede volk. Zo. Even kijken, het vlieggat gelijk de goede kant op zetten. Het vlieggat zit deze kant op. Dus zet ik hem ook direct weer deze kant op. Dan vergeet ik dat niet. Ook hier kijk ik eventjes wat de situatie is. Nou, hier zit ze helemaal bovenin. Dan ga ik er eigenlijk vanuit dat het onderste kastje ook weer leeg is. Plakkee, oh, deze is veel zwaarder. En daarbij is het onderste bakje ook nog helemaal gevuld. Deze hebben eigenlijk voer genoeg. Laat ik toch die onderste eraf, want hij is zwaar zat. Oh, plakkee. Dan kan ik dat bakje weer aan een volgend volkje geven die het nodig heeft. Nou, ook hier zie je weer die dode bijen eronderin liggen. Kijk, het zit allemaal in dat vlieggat. En dat kan dus dat vlieggat verstoppen. En ik heb net van voren gekeken, toen dacht ik dat het meeviel. Maar dat is dus toch best wel ook slecht te zien. Nou, zijn deze twee klaar.
spanbandjes erop. Dit is voor mij echt het, nou ja, waar het om gaat bij het imkeren. Je moet geen bijen storen in de winter. Maar je moet bijen ook niet dood laten gaan in de winter. Ik heb onlangs een imker horen zeggen, bijen gaan niet dood van de kou in de winter, omdat je ze even dood hebt gemaakt. Maar bijen gaan wel dood van de honger. Als je ze niet open hebt gemaakt en ze hebben te weinig voer. Natuurlijk begint dat al in het najaar dat je ze goed inwintert. Maar dat hoeft geen uitleg. Dat is achteraf gepraat. Nou, deze ook weer klaar. Dat was een lange video over de mini plusvolkjes en het vervangen van de bodems. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dat je het zo lang hebt kunnen volhouden, die 20 minuten. Mocht je het nog niet gedaan hebben, druk dan even op abonneer. Mocht je het een leuke video hebben gevonden, druk dan even op like. En dan graag tot een volgende keer.